Nou, ik ben hier bij het feestje waar iedereen ontzettend blij is met de uitspraak. We zitten hier allemaal bij elkaar, alle grote hoofdspelers. Maar eigenlijk de grote hoofdspeler is Koos van den Berg. Want Koos, jij hebt de zaak gewonnen. Hoe voelt dat? Zegt dan alle journalisten eigenlijk. Ja. Nou, het team heeft de zaak gewonnen. Zeker niet in mijn eentje. Het is een heel team. Nee, maar het is wel belangrijk. Ja, maar je bent even de kop die daar even voor staat. Ik ben ontzettend... Ja, maar goed. Ik ben toch heel erg blij. Echt, ja, heel erg blij. Toen jij hierheen ging eigenlijk, had jij toen, wat was toen jouw kanseninschatting? Nou, je begint elke uitspraak toch weer opnieuw. Want ja, het is ja of nee. En ja, dat je twee keer gelijk hebt gehad van rechtbank en hof. De Hoge Raad zit er om eventueel rechtbank en hof te corrigeren. Dus je staat, ja... Had jij 50-50 of had je 80-20? Gebeurt niet zo vaak dat... De Hoge Raad iets corrigeert op deze manier. Maar het was wel zo vergaand. Dit was wel heel belangrijk. Nou ja, juist omdat het zo vergaand is, zou je normaal gesproken zeggen misschien wat minder dan 50. Maar we hadden wel de adviezen van de procureur-generaal en de advocaat-generaal. Die waren erg in ons voordeel. Ja, en dan zit ik er toch maar een beetje in van, ik wacht het wel af. Okay. Even voor de basics, hè, voor de mensen die echt geen idee hebben. Okay. Dit is allemaal gericht op... jij hebt deze zaak niet op bestuursrecht, niet op privaatrecht, maar op mensenrechten zeg maar gebaseerd. Maar het is ook onrechtmatige daad om tegen de mensenrechten in te handelen. Als je verplichtingen hebt voor mensenrechten en je negeert die, dan is dat ook een onrechtmatige daad. Dus daar zit het ergens. Is het eigenlijk gewoon normaal dat een rechter een aanwijzing kan geven op deze manier? Op gebied van mensenrechten? Gebeurt dat vaak, zeg maar? Het gaat vaak in een andere vorm. Dan is het dat een overheidsinstantie iets gedaan heeft. En dan zegt iemand die zegt, ja, maar dit is in strijd met de mensenrechten. En dan wordt dat overheidsbesluit wordt vernietigd. En dat is dan bijna een bevel ook om het anders te doen. En er wordt af en toe wel eens expliciet ook bevelen gegeven. Beveelt in de jaren 50, maar dat was niet echt mensenrechten. Maar toen werd er ook gezegd van, ja, je kan niet die mensen, daar waren oud-kneelmilitairen, kun je daar niet neerzetten. Dat is te gevaarlijk voor ze. Dus toen kreeg de overheid een bevel om ze daar weg te halen. Dus het is niet helemaal, het is niet een precedent, het is normaal. Hoe moeilijk was deze case eigenlijk? Hoe lang ben je er al betrokken bij geweest en hoe moeilijk was het om deze case op te bouwen? Ik ben er 7 jaar mee bezig. Het was heel moeilijk omdat het klimaatprobleem is heel complex. En het heeft mij gewoon heel veel tijd gekost om het te snappen. En het heeft ook heel veel facetten. Dat maakt het ook complex. Dus je moet ook eigenlijk op 5 borden tegelijk weten wat er draait en speelt. En dan moet je het combineren. En daarom kost het ook gewoon veel tijd. En doe je het ook met een team. Dan doe ik het niet in mijn eentje. En dan, het enige wat je dan kunt doen is proberen om al die complexiteit terug te brengen. Te zeggen, ja, dit zijn de kerndingen. En die dan aan de rechter voorleggen. Zodat ook de rechters... Niet in het duister hoeven tasten, maar gewoon snappen van dit is het probleem. En dan zeggen wij denken dan dat zou de oplossing moeten zijn. Ik was helemaal verbaasd hoe glashelder die uitspraak was. Er was werkelijk, het was niet een klein beetje links of rechts. Nee, het was gewoon heel erg duidelijk. U heeft verdragen getekend, u moet zich eraan houden. Die 25% is de ondergrens en u moet dat nu gewoon gaan uitvoeren. Ja, daar ben ik ook heel blij omdat het uitgelegd werd op een manier die iedereen kan begrijpen. Niet iets voor technisch, voor juristen, maar dit is gewoon wat het is. Het is een heel groot probleem. Al 10 jaar roept de hele internationale wereld, dit zou je moeten doen. Nederland roept dat ook. En Nederland doet gewoon, wij denken wel dat we hier schoon zijn, maar Europa... We zijn het vieste jongetje van de klas. Wij hebben nu gevraagd en gekregen dat de Nederlandse regering een 25% reductie moet realiseren in 2020. Maar dan moet je wel weten dat het Europese gemiddelde is 27%. Dus we zitten nog steeds met die 25% onder het gemiddelde. Dus mensen moeten niet bang zijn dat wij nou ineens een gekke Gerritje gaan. We zitten nog steeds niet in de koplopers. Lang niet. We zitten nog ineens op het gemiddelde. Nee, we zitten niet op het gemiddelde. Als ze dit uitvoeren, dan moeten ze nog 3 kolencentrales sluiten en ongeveer 30% Die keuze is, hoe ze dat gaan doen, is de keuze van de politiek. Ja. Daar wil de rechter niet aankomen. De rechter heeft alleen gezegd... Je mag... Ondergrens. Ja, daar beneden is te gevaarlijk. En ja, als je meer wil doen, heel goed, maar daar gaan wij niet over. Hey, hoe afdwingbaar is dat nu eigenlijk? Want dan zitten we in 2021, komen de cijfers van 2020 beschikbaar. Dan blijkt dat het niet gehaald is en dat soort dingen. Wat kun je dan nog doen met zo'n uitspraak?
Nou ja, daar gaan we dan over nadenken. Er zijn normaal gesproken wel de nodige instrumenten. Want het zou raar zijn als mensen uitspraken zomaar naar zich neer, van de rechter naar zich neer kunnen leggen. Maar daar gaan we tegen die tijd over, pas over nadenken. Want de regering heeft steeds gezegd, we gaan het halen. We gaan in ieder geval ons uiterste best doen. En als de regering op een bepaald moment aanziet komen dat ze het niet gaan halen, dan verwacht ik dat ze bij voorbaat naar ons toe komen en zeggen, jongens, we hebben een probleem. Kunnen we er eens over praten? Ja, we hebben 50 punten liggen. Mag ik jou uitnodigen tot het drinken van dit glas champagne? Dat heb je verdiend. Dankjewel.